beginnen schijnwerpers, hè? Daar hou ik eigenlijk niet zo van, maar... Goed, hartelijk welkom. Wil ik jullie ook... vanavond, dit is al gebeurd. Maar ik ben ook blij dat ik vanavond hier mag zijn en kan zijn. Ik heb alleen heel veel nagedacht vandaag... met gevouwen handen over dat onderwerp. Ja, maar... Er moet toch een wonder gebeuren. Ik kan het denk ik niet maken, maar ik wil het toch proberen. Ik zou wel eens willen weten, steek je vinger eens op, als je dat durft. Als je niet durft, doe het gewoon niet. Maar herken je deze vraag? Wie herkent deze vraag? Die vraag is wel herkenbaar, maar ik weet niet of in deze groep deze vraag zo herkenbaar is. En dat zou ik best eens willen weten. Als je durft, steek je vinger eens op. Wie herkent deze vraag? Oké. De helft ongeveer herkent deze vraag. Ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. Ik ben nu 54 jaar. En ik denk dat ik vanaf mijn 30ste elke dag, er gaat geen dag voorbij, vragen beantwoord van jongeren en ouderen door de e-mail. Allemaal vragen die ook hiermee te maken hebben. Vooral jongens en meiden die in bepaalde kerken zijn opgegroeid. Die hebben vaak, denk ik, te maken met deze vraag. Dus het is ook wel een verschil wat voor achtergrond dat je vanavond hebt meegenomen. Met alle respect voor alle kerken en kerkelijke achtergronden. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is hoe je hebt leren denken. Toen ik 25 jaar was, zou ik dit nooit gezegd hebben, maar ik ben nu 54 en ik sta wat achter het leven en ik heb het een en ander meegemaakt. En daarom durf ik nu deze vraag gewoon zo neer te leggen, op deze stelling neer te leggen, dat deze vragen heel veel te maken hebben onder wat voor een prediking dat je zit, hoe je vader en moeder omgegaan zijn met het woord van God, hoe ze omgegaan zijn met de prediking, wat de accenten waren in de prediking. Van daaruit worden bepaalde vragen geboren. Ik ben met een vrouw bezig, al 3 dagen over uitverkiezing. En ik ken deze vrouw helemaal niet vanuit haar achtergrond, maar na een paar brieven van haar gelezen te hebben, wist ik welk kerkverband zij uitkwam, zeg maar, waarin ze opgegroeid is. Nogmaals, ik heb helemaal geen behoefte om tegen kerken aan te schoppen of zo. Ik zit zelf in de slechtste kerk, dus ik heb gewoon niks te zeggen. Dus... Maar ik wil wel iets typeren. Typeren als je een evangelische achtergrond hebt. Of je bent evangelisch geworden. Je hebt een proces meegemaakt in je leven. Dan heb je weer hele andere dingen. Weer hele andere vragen. Hele andere worstelingen. En ook hele andere accenten als je tot het geloof gekomen bent. En dat vind ik best wel eens lastig. Lastig. Ik vind het fijn om hier te zijn. Maar een gemengd gezelschap. En dat wil ik ook best nog verklappen. Niet, ik ga dat boek niet kopen, want ik weet niet eens hoe de titel is. Ik heb in een boek geschreven, ik weet niet eens hoe de titel is. Maar volgens mij heet het Bevinding. Het is van de week uitgekomen bij de Groot Goudriaan. En er staan allerlei dominees in. En Gerchem, Oud-Gerchem, Christelijk Gereformeerd, Gereformeerde Gemeente, Hervormd, HHK. Totaal 14. En één persoon heeft... journalist, die heeft geprobeerd daar wat lijn in te brengen, dus die is ook bij mij geweest en gevraagd of ik daarmee mee wilde doen en ik heb daar gezegd dat ik doe het niet, want ik krijg al genoeg over me heen en als het nou ook nog in het openbaar komt, dan kan ik helemaal wel, maar goed, ze hebben toch mij gedwongen bijna en ik heb ook de vrijmoedigheid er wel voor gekregen om toch mee te doen aan wat is nou rechtvaardiging, wat is wedergeboorte, wat is nou bekering, nou, zo heb ik daar, en ik heb dat boek in mijn handen gekregen vorige week en ik ben natuurlijk geschrokken dat er zoveel verschil is over de visie, over rechtvaardiging, over wedergeboorte en bekering. Maar toch, toen ik klaar was, ik heb het boek nog niet helemaal uit, maar voor mezelf beklemde me dat niet zozeer, maar wel voor jullie. Voor jullie, want ik heb ook jarenlang geworsteld, wat is nou rechtvaardiging en wat is nou bekering, wat is wedergeboorte? Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn? Wanneer is God nou met je begonnen? En allemaal zulke soort vragen
Die heb ik nu niet meer. Ik heb nu andere vragen. Maar ik heb vroeger ook met die vragen gezeten. En als ik dat boek dan lees, hoe er soms accenten gelegd worden in de prediking, dan denk ik dat de chaos in het kerkelijk Nederland compleet is. En ik hoor daar zelf ook bij. En ik ben ook een product. Ik leef ook in deze tijd waarin we leven. En, goed. Vandaar ook dit even als aanloopje. Aanloopje, misschien geeft dat wat vrijheid om straks wat vragen aan mij te stellen. Niet dat ik ze allemaal kan beantwoorden of zo. Maar ik herken wel heel veel vragen die in deze context staan. Ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. Ik ga eerst natuurlijk, voordat ik iets ga zeggen over het onderwerp, ga ik eerst een stukje met jullie lezen uit het woord van God vanzelf. Twee Korinthe 5. Twee Korinthe 5. Lees ik een paar versen met jullie. Vanaf het 18e vers tot en met het 21ste vers. En al deze dingen die zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekenende, heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden en wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Goed, ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. Je kunt deze vraag, denk ik, stellen vanuit een achtergrond, dat je zegt, dominee, het gaat zomaar niet. Tegenwoordig dan geloven ze maar en nemen ze maar aan. Maar dominee, er moet wel een wonder gebeuren in je leven. Nou, ik kan me voorstellen dat je vanuit zo'n achtergrond die vraag kan stellen. Ja, maar er moet toch een wonder gebeuren. Aan de andere kant, het is net al gezegd, zit er ook in deze stelling toch wel een bepaalde waarheid. Want er moet ook een wonder gebeuren. Met jou, met mij, met ons allemaal. Als er geen wonder met ons gebeurt, gaan we voor eeuwig verloren. In de derde plaats kan deze stelling ook voortkomen uit iemand die worstelt. Hè? Worstelt met, hoe word ik nou een kind van God? Hoe krijg ik nou vrede in mijn hart? Er moet een wonder in mijn leven gebeuren. En hij is zo bezig, hij worstelt zo met zichzelf en is zo in zijn gemoed bezig met allerlei gevoelens, emoties en ervaringen, dat hij maar op één ding wacht, dat er een wonder in zijn leven gaat gebeuren. En als je vraagt, wat is dat wonder dan, joh, wat er in jouw leven moet gebeuren, dan zegt hij misschien wel, ik moet wederom geboren worden. Of zegt zij, ik moet een nieuw hart krijgen. Of ik moet weten dat mijn zonden vergeven zijn. En hoe worden die vergeven? Dan moet er toch een wonder in mijn leven gebeuren. Nou, je zou die stelling ook langer kunnen maken. Je kan er ook nog aankoppelen van, Er moet een wonder in mijn leven gebeuren en daar wacht ik dan maar op. Oké? Nou, dat is ook zo, daar mag je op wachten. Misschien prikkel ik je nou wat. Dat je zegt, oh nee, daar kun je niet op wachten. Nou, goed, maar er moet een wonder gebeuren. Bij jou en bij mij. Ik hoop dat we dat wel met elkaar eens zijn. Dat we daar niet over vanavond over hoeven te spreken. Maar het gaat er wel over als jij zo bezig bent met jezelf en je bent bezig met er moet een wonder met mij gebeuren, dan zit je in een kringetje dat het allemaal draait over wat jij ervaart en wat jij meemaakt en wat jij moet ervaren en jij wacht op een ervaring en op. Oké, het gaat niet zonder ervaring, het gaat niet ook zonder bevinding om dat woord eens te gebruiken, maar toch ben je bezig om te vissen aan de verkeerde kant. En dat komt waarschijnlijk ook, dat kan ook komen door hele oprechte vragen van, ja, maar het moet toch beleefd worden? En je moet toch wat voelen, dominee? En er moet toch wel wat gebeuren met een mens? En je moet van dood levend gemaakt worden? Ik begrijp al die gedachten, die begrijp ik.
Maar nogmaals, je bent bezig met jezelf. En je wacht als het ware op een wonder. En je bidt of dat God een wonder wil doen in jouw leven. Maar, ik denk dat je voor één ding blind bent. Iemand die met deze vraag zit, die is blind voor één ding. En wat is dat? Dat er buiten hem en zonder hem een wonder gebeurd is in de geschiedenis. En als er één man geweest is die door de Heilige Geest dat ons heeft duidelijk gemaakt, dan is het de apostel Paulus. De apostel Paulus die begint niet in de eerste plaats bij de mens, als het gaat over het wonder. En die zegt niet, je moet eerst iets wonderlijks ervaren of iets wonderlijks meemaken. Maar hij gaat ons iets vertellen, hij gaat ons iets verkondigen van het wonder wat in de geschiedenis gebeurd is. En daarom ben ik vanavond naar Wijngaarden gekomen, want ik heb dat vroeger nooit begrepen. Want ik dacht dat er eerst een wonder met mij moest gebeuren. En ik dacht eerst dat ik uitverkoren moest zijn. En ik dacht eerst dat ik kenmerken moest hebben dat God in mij begonnen was. En als een dominee over het wonder preekte, dan dacht ik dat is niet voor mij. Dat is voor speciale mensen. En nu gaat Paulus in 2 Korinthe 5, dat neem ik als uitgangspunt genomen, die gaat ons iets van het wonder vertellen wat uit God geboren is. Want al deze dingen, zegt Paulus, die zijn uit God. En wat is het dan uit God, Paulus? Wat ga je ons dan duidelijk maken? En aan wie maak je dat duidelijk? Hij maakt dat duidelijk aan de wereld. Aan de wereld waarin Paulus geroepen was om het woord te verkondigen. En ik ben vanavond ook geroepen in deze wereld om jullie ook dat wonder te verkondigen. Welk wonder? Dat God gezorgd heeft in Christus dat de wereld met zichzelf verzoend is geworden. En Paulus zegt dat moet ik verkondigen en dat moet ik aan de mensen verkondigen. Dat God initiatief genomen heeft en dat God in Christus de wereld verzoend heeft. Dat is een wonder. Daar was jij niet bij en daar was ik niet bij. Daar was eigenlijk niemand bij. Dat was een zaak tussen de Vader en de Zoon. En dat is gebeurd 2000 jaar geleden, daarboven op Golgotha. En Paulus zegt, dat moet ik jullie verkondigen. Dat wonder, dat God verzoend is. En ik kan me voorstellen vanavond dat je zegt, ja, maar is dat wel voor mij? En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, maar dat moet je dan ook wel persoonlijk weten, dominee. Even wachten. Straks komen we bij die vraag terecht, maar eerst even deze stelling, dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoende. Dat is een wonder. Daar heb jij niet voor gezorgd en ik ook niet. Heb jij niet om gevraagd, heb ik ook niet om gevraagd, want wij vragen niet naar God. Wij vonden het helemaal niet interessant. Maar God heeft gedachten van vrede gehad in de stilte van de eeuwigheid. En heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden om het wonder wat er op Golgotha gebeurd is, om dat ook aan ons te verkondigen. Dat is één. Ik heb nooit in mijn leven er gezien dat dit een wonder was. Maar er is nog een wonder. Want dat God dit gedaan heeft op Golgotha, dat is iets onvoorstelbaars. Wat daar gebeurd is, dat is nooit in de geschiedenis gebeurd en dat zal ook nooit zich herhalen. Maar nog heeft God iets gedaan. Hij heeft dat woord der verzoening, dat heeft hij gelegd in ons. Paulus die zegt, dat woord heeft hij in ons gelegd en dat woord dat verkondigen wij u. Hey jongens, als God dat niet gedaan had, en het had alleen maar daar op Golgotha gebeurd en hij had het ons niet bekend gemaakt, hadden wij het nooit geweten. Wat een wonder. Het tweede wonder in de geschiedenis. Dat God het woord der verzoening, het woord van vergeving, in zijn knechten legt. In zijn kinderen legt. Opdat ze dit woord der verzoening gaan verkondigen aan mensen. Dat is een wonder. Daar heb jij ook niet om gevraagd, daar heb je niet naar gezocht. Maar dat wonder heeft God aan jullie, aan mij, willen verkondigen. En dat woord der verzoening, dat mag ik ook vanavond jullie prediken. Dat mag ik jullie aanbieden.
En dat doe ik niet vrijblijvend, maar dat doe ik gedreven. Dat doe ik, zegt Paulus, lees het hoofdstuk maar na, omdat ik de schrik des Heren weet. Want ik weet, als jij straks moet sterven, buiten verzoening, moet je voor eeuwig verloren gaan. Maar het is ook de liefde, zegt Paulus, van Christus in dit hoofdstuk, dat mij dringt, dat wat mij drijft. En jongens, er brandt een vuur in mijn hart om jullie dit te verkondigen. Soms heb ik de neiging om naar Afrika te gaan. Uit Afrika komen ze hierheen, maar ik zou soms daarheen willen. Maar nu ben ik vanavond hier om dit jullie te verkondigen. Het wonder dat ik jullie mag verkondigen dat God in Christus verzoend is. Nee, niet direct het gras voor mijn voeten wegmaaien en zeggen, ja, maar dominee, is dat wel voor mij? Deze boodschap van het algemene aanbod van Gods genade komt tot al de hoorders van het woord. En dat is geen vrijblijvende boodschap. Dat is een boodschap die gelegd wordt door de Heilige Geest aan de poort van je hart. Daar kun je niet meer onderuit. En je kunt vanavond niet meer zeggen, dat is niet voor mij. Want er moet een wonder met mij gebeuren, dominee. Nee, dat wonder wat God gedaan heeft, dat legt God aan de poorten van je hart. Dat is een wonder. Dat had hij ook aan andere mensen kunnen doen. Maar dat heeft hij bij jou gedaan. En er is nog een derde wonder. En dat is onvoorstelbaar. Dat Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen. Alsof dat God door mij baat. En dat woordje alsof in het Grieks, er staat eigenlijk vanuit het Grieks vandaan dat God werkelijk bidt. Dat God vanavond bidt, laat je met mij verzoenen. Laat je helpen. Laat je redden. Laat je zaligen. Dat is een gebed. Een gebed vanuit God vandaan. God die bidt vanavond aan jouw voeten. Aan jouw hart. Laat je zaligen. Laat je helpen. Laat je genezen. Drie wonderen. Drie wonderen die God doet, onvoorwaardelijk, niet naar gevraagd, niet naar gezocht, maar God doet het. Of je het horen wil of niet wil horen, of dat je het fijn vindt of niet fijn vindt, of dat je erop zit te wachten of niet op zit te wachten. Maar God verkondigt in Christus, door zijn dienaren, het wonder. Ik heb dit nooit begrepen in mijn leven. Dit stond heel ver van mij af. Ik dacht, daar moet je uitverkoren voor zijn. Er moet een wonder in je leven gebeuren. Het is waar. Maar dit wonder, dat mag ik aan jullie harten neerleggen. En daar moet iets mee gebeuren. Daar kun je niet vrijblijvend mee omgaan. Dat kun je niet van je afscheuren. Maar als God dit niet bij jou gebracht had, bij jou persoonlijk, aan de poort van je hart, dan had jij nooit zalig kunnen worden. Want als jij het had moeten halen, als jij naar Golgotha had moeten gaan, dan had er nooit wat van terechtgekomen. Maar God, laat het wonder. Niet alleen dat hij gezorgd heeft dat God verzoend is, maar dat hij dat ook aan jou laat verkondigen. En dat hij nota bene ook nog eens bidt en smeekt. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, laat je zalig. Maar dominee, dat is allemaal waar wat u vanavond zegt, maar er moet er toch nog een wonder gebeuren. Ja zeg, welk wonder moet er dan gebeuren? En daar gaat het misschien vanavond over. Welk wonder moet er gebeuren in jouw leven? En misschien zeg je dan vanavond wel, ja, maar het moet in mijn hart komen. Ja, precies. Maar dominee, het moet iets gaan doen met mij. Ja, precies. Dan dat is toch een wonder, want ik ben een dode zondaar. En ik ben dood in de zonden en in de misdaden. Hoe kan ik levend worden? Ik begrijp het. Dan moet er toch een wonder plaatsvinden? Ja. En dat kan. Daar heeft God voor gezorgd. Daar heeft hij alles aan gedaan. Om dat wonder in jouw leven, te verheerlijken. Want als de Heer Jezus nou zo dichtbij komt, jonge vriend. Ik hoop dat je luistert, probeer te luisteren, bid in je hart, omdat de Heilige Geest je oren opent. Dat wil hij doen.
Dat doet hij ook vanavond. Omdat je het ineens hoort. Iets wat zo ver van je afstaat. Terwijl je worstelt met jezelf. Maar dat de boodschap van het evangelie zo dichtbij komt. En dat je vanavond zegt, wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? Om te weten dat het ook persoonlijk voor mij is. Dan heb ik maar één antwoord. En daar word ik straks op bevraagd. Ik snap het. Want dat kan ik niet uitleggen. En ik hoef het eigenlijk niet uit te leggen, maar ik moet ervan getuigen. En ik wil er ook van getuigen. Er is geloof nodig. Er is eenvoudig vertrouwen nodig. Dat God niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Aan mij. De boodschap van het evangelie ook in, bij mij brengt. En dat God ook tegen mij bidt en vraagt. Laat je zaligen. Laat je redden. Laat je zonde vergeven worden. Ik heb het mogelijk gemaakt. Ik heb alles in gereedheid gebracht. En alle dingen die zijn vanavond gereed voor de bruiloft. Maar wat moet ik dan doen? Wat moet ik dan doen om dat te kunnen geloven? Dominee, hoe krijg ik dan geloof? Misschien worstel je daarmee. En inderdaad, als er een wonder in je leven plaatsvindt, dan is dit het grootste, grootste, grootste wonder wat er onder de hemel geopenbaard is, dat er geloof door de Heilige Geest in je hart werkzaam wordt, zodat de Heer Jezus die zo dichtbij komt vanavond, dat je hem aan je hart mag drukken. En dan mag ik je verkondigen als een dienaar van Christus, dat een ieder die dat doet, diens zonden zijn vergeven. Die is persoonlijk met God verzoend. Die komt niet in de rampzaligheid. Die gaat niet voor eeuwig verloren. Zo wil God vanavond het wonder van genade niet alleen tot aan je hart brengen, maar wil het vanavond ook in je hart brengen. En hoe komt het er dan in? Door eenvoudig te vertrouwen dat niet alleen Christus gestorven is, daar op Golgotha, voor andere mensen, maar dat ik geloven mag dat hij dat ook voor mij het wil doen. En zie ik staan, mijn vriend, mijn vriendin aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem hoort, toen ik voor het eerst in mijn leven het evangelie hoorde, toen had ik het al 26 jaar gehoord. En toch had ik het nooit begrepen en gehoord met de oren van mijn hart. Totdat het evangelie zo dichtbij gebracht werd, dat ik er niet meer onderuit kon. En dat ik wel moest bekennen. Heren, ook voor mij. Dat kon ik voor iedereen geloven. Want ik was bang van geloof. Ik was bang van de Heer Jezus. Ik was bang van genade. Ik was bang om mezelf te bedriegen. Ik was bang om in een gestolen Jezus verloren te gaan. Ik was bang om mijn eigen iets in te beelden. Maar het waren allemaal worstelingen en vragen. Omdat ik het geheim niet kende. Omdat ik ervoor stond. Omdat ik niet wist wat het was om erachter te staan. Totdat langzamerhand het door ging dringen. Dat de Heilige Geest mijn ogen opende. En dat ik die dierbare Heer Jezus daar zijn heerlijkheid zag. Zijn schoonheid, zijn gewilligheid. En dat ik zag dat zijn bloed zo bloedrood was. Dat hij mijn zonde wilde wegwassen. En dat God dat ook wilde. Ik dacht altijd, dat wil God niet. Dat wil hij alleen maar doen voor bijzondere mensen. Voor uitverkorenen. Het is nog waar ook. Maar hij deed het voor zondaar. Voor goddelozen. Voor één die niks goeds in zich had. En toen ik die eerste daad van het geloof door de Heilige Geest mocht proeven, mocht beoefenen, in praktijk mocht brengen, toen kon ik het wonder niet op. Toen zei ik, is dat alles?
Ik bedoel, niet wat ik toen zag, maar wat geloven was. Want ik werd gek van geloof. Als ze over geloof spraken, werd ik radeloos. Want ik wilde zo graag wat doen. Ik wilde er alles voor doen. Ik wilde zelfs mijn leven ervoor geven. Maar geloof, om niet. Ophouden met werken. God vertrouwen op zijn woord, dat kon ik niet. Dat zat niet in me. Het tegenovergestelde. Maar door het horen van het woord. Ik ben blij dat je er vanavond bent. Want God heeft het gedaan door het horen. En telkens viel er een druppel. En weer een druppel. En weer een druppel. Totdat het moment kwam dat het doorbrak in mijn leven. En dat ik mocht weten dat het mijn zonde. Daar 2000 jaar geleden. Ook voor mij dat hij daar toen gehangen heeft. En dat hij toen ook mijn schuld daar heeft meegenomen. En dat hij ook de toorn van God gedragen heeft 2000 jaar geleden voor mij. Toen wou ik het iedereen gaan vertellen. Ik zat in die kleren rommel en ik wou weg. Want ik kreeg het benauwd van al die dingen om me heen. Ik dacht, hoe kan het nou dat de andere mensen dat niet begrijpen? En dat ze zo makkelijk overal overheen leven en zo discussiëren. Misschien ben jij dat vanavond ook wel. Ik ga het afronden. Voordat ik afrond, gaat er iets gebeuren. Het kan best dat je boos wordt. Misschien dat je zelfs wel vijandschap in je hart voelt. Als je zo bent, zo vroom bent, zoals ik vroeger vroom was. Dan word je echt boos. En dan schrik je van jezelf. Want toen ik voor het eerst in mijn leven echt hoorde. Dat Christus in de schoot van mijn hart gelegd werd. Toen had ik de neiging om hem eraf te duwen. Ik vond het gevaarlijk. Ik vond die dominee, die vertrouwde ik niet. Ik dacht straks, eigen ik mezelf iets toe waar ik bedrogen mee aankom. Maar die dominee bleef de Heer Jezus verkondigen. En helderder en duidelijker zag ik de Heer Jezus door het oog. Want toen werkte God geloof in mijn hart. Toen zag ik door het geloof de Heer Jezus. En toen had ik nog maar één verlangen om mij te verlaten. Met heel mijn hebben en houden. Op die dierbare Heer Jezus. Ik leg hem in je schoot vanavond. Wat je ermee doet, dat doe je ermee. Je kunt hem vertrappen. Je kunt hem verachten. Je kunt hem uitspuwen. Je kunt er ook over gaan discussiëren. Je kunt ook gaan redeneren. Maar ik wil hem in ieder geval zo dicht bij je leggen. Zo dicht aan je hart. Dat je niets meer hoeft te doen. Niets meer hoeft te doen om behouden te worden. Alleen maar amen zeggen. Alleen maar hem kussen. Alleen maar in overgave zeggen, Heer Jezus. Ook mijn zonde weggedragen. Ook mijn zonde verzoend. De toorn van God voor mij weggedragen. Zo wil ik hem aan jullie voeten neerleggen. En jij, of jullie, of u... Die de Heer Jezus mag kennen. En die iets van zijn heerlijkheid, van zijn schoonheid. Dat je mag weten dat hij in je woont. Dan zal je hart alleen vanavond opspringen van vreugde. Want dan wil je telkens horen. Horen dat hij het was die jou wilde zalig maken. Dat hij het was die jou vergeving van zonde wilde geven. Dat hij het was die in jouw plaats daar wilde hangen. Op Golgotha, dan kan het niet anders of er klimt verwondering op in je hart. Jongens, meiden, het wonder wordt alleen maar. Dat is geen standaard uitspraak, maar echt, dit is echt waar, het wonder wordt alleen maar groter. De liefde van Christus wordt alleen maar heerlijker. En je komt meer en meer tot het besef dat er in mij, dat is in mijn vlees, gans geen goed waard. Maar dat mijn vrede en mijn blijdschap en mijn vreugde, dat die ligt in het lam wat God aan de wereld gaf, omdat de wereld behouden zou worden en niet verloren zou gaan.
Het wonder gaan we groot maken. Straks gaat Gods kind eeuwig en volmaakt. God eeuwig zingen. Het was door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbaard. Ik zei vanmorgen nog tegen mijn vrouw. Ik heb soms zo'n verlangen. Om bij de Heer Jezus te zijn. Ik hou veel van mijn vrouw. En van mijn kinderen. Van de gemeente. En van mensen. Ik ben met hen begaan. Door de genade van God. Maar soms kan het zo trekken. Soms kan het verlangen zo sterk zijn. Om hem straks ook echt lijfelijk te zien. Op de aarde bij zijn wederkomst. Verlang jij er ook naar. Want als dit wonder in je leven heeft plaatsgevonden. Dan ben je verziekt voor deze wereld. Dan ben je verziekt voor de godsdienst. Dan begeer je om ontbonden te zijn. Niet altijd is dat gevoel zo sterk. Maar soms is dat gevoel er ook. Om ontbonden te zijn. En met Christus te zijn. Vind je dat ook? Dat is zeer ver het beste. Goed. We gaan pauze houden, denk ik. En jullie gaan vragen opschrijven. En je mag dat van mijn part ook mondeling doen straks. En probeer eerlijk de dingen gewoon op te schrijven. En als je dat uit liefde doet vanavond, dan zal de Heilige Geest dat zegenen. Daar ben ik van overtuigd. Dus je mag ook dingen die je lastig vindt of die je niet met mij eens bent, mag je gerust opschrijven. Ik wil graag proberen vanuit de Bijbel daar antwoord op te geven.